Moeder zijn vind ik waanzinnig en anders dan alles wat ik van tevoren had kunnen bedenken. Het laatste wat ik ooit zou willen is iemand bang maken voor zoiets moois. Maar we praten te weinig over wat het moederschap allemaal met ons doet. Als jij vraagt om een ruggenprik, hoe kan het dan dat jij die niet krijgt? Ja, maar dat vroeg ik me ook af eigenlijk. Ja. Als mensen het idee krijgen van, goh, jij bent een moeder die jouw werk voorrang geeft op jouw gezin, dan kan jij wel eens gezien worden als een egoïstische, wat koude vrouw. We zijn eigenlijk een beetje afgegleden in een best wel traditionele rolverdeling. En ik merk dat ik daar een beetje neidig van begin te worden. Als je zo'n zware bevalling hebt gehad, dan verlies je ook een soort zelfvertrouwen in je lichaam. En als je een geweldige bevalling hebt gehad, krijg je heel veel zelfvertrouwen. En ik gun onze vrouwen dat zelfvertrouwen heel erg. Ik zeg, hoogste tijd om al die taboes rond moederschap te lozen.